staan nu op een gecombineerd evenement. Dit is eigenlijk zowel de watersportmarkt die je daar ziet als het Springkussenfestival. We hebben hier een stormbaan, daar een hele grote ballenbak. En daarachter is nog een springkussen te vinden. Dus het is één grote boelgezelligheid. En wat kan je doen bij de watersportmarkt? Nou, er zijn daar dus watersportverenigingen die uitleg geven over hun vereniging. En daar geven ze ook demonstraties op het water. Dus elke vereniging heeft een klein showtje van zo'n 10 minuten. Ja, we hebben hier eigenlijk alle watersportverenigingen. Onder andere de vereniging die op het watersportterrein staan in Leidendorp, waar we zelf staan. En de verenigingen die een beetje door de stad verspreid zijn. Jij doet mee aan Elsiet? Ja, dat klopt. En je staat in een nogal lange rij? Ja, voor de shirts voor de kroegtocht. En waarom is die rij zo lang? Ik denk dat heel veel mensen een shirt willen. Heel erg gewild waarschijnlijk. Kroegentocht met dat shirt is een soort van je ticket om alle kroegen binnen te komen. En in iedere kroeg krijg je dan een drankje van de kroeg, een speciaal biertje of iets. En dan ga je van kroeg naar kroeg om ook Leiden te leren kennen. Waarom wil jij zo'n shirt graag hebben? Ja, omdat we met het hele groepje een shirt gaan doen. Dus ik dacht, nou, doe lekker mee. En dan zijn er nog heel veel springkussens. Ja, de allergrootste ballenbak bijvoorbeeld van Europa hebben we staan. Een stormbaan daar dus ook en daar nog een springkussen. En hoe is de sfeer een beetje? Ja, de sfeer is goed. Er staat een leuk muziekje aan. Het stroomt lekker vol. Het zonnetje zit mee. Ja, de sfeer is heel goed. Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb echt naar mijn zin. Heel tof. En dan ook bij al die verenigingen te kijken, vind ik ook heel leuk.